Goedemorgen, dames. Vandaag gaan we onderhoud doen aan de Opel Agila. En we gaan gewoon beginnen met een simpele klus. De achterruiter is er. Nou, hij is nog niet versleten. Maar ik doe gewoon per jaar één keer een nieuwe ruitenwisser erop. En dan hou je het bij. En dan heb je ook geen last van slechte ruitenwissers. Sterker nog, als het me niet zint, vervang ik ze twee keer per jaar. Dit is een nieuw type ruitenwisser. En ik vind ze bagger. Ik heb liever de ouderwetse. En dat meen ik serieus. Dit is zo'n ouderwetse, weliswaar in een nieuwe vorm. En deze zou erop moeten passen. Alleen volgens mij wordt dit even een lastig verhaal. Shit. Er mist wat. Ik denk dat ik deze hier uit moet wippen. Dan leg ik mooi uit. Ruitenwissers hebben verschillende aansluitingen. En pas op, even een klein dingetje. Als je naar binnen slaat en er komt hard op je raam, heb je een pit in je raam. Dus let daarop. Ruitenwissers hebben een verschillende aansluiting en vaak is dat een klikmethode of iets dergelijks. Deze ruitenwisser is voor mij ook nieuw. Want iets zit hier ook anders op en aan dan ik gewend ben. Het is helemaal nieuw. Maar het is een ouderwets concept. Een lichte ruitenwissers met steuntjes. Het is zelfs een heel nieuw soort rubber zit erin. Zie ik nou pas, wat voor merk is dit? Nou, Ridex. Dat is een goedkoop merk. Gaan we kijken. Gaan we gewoon zien hoe of wat. Wat heb ik nou verneukt? Ik vind dit wel heel slim. Dat vind ik wel heel slim, maar voor mij heb ik dat helemaal niet nodig. Want voor mij kunnen we dat straks zo erop klikken. Gaan we eens even kijken. Daarvoor hebben we wat nodig uit deze. En dat wordt wel een drama. Want hoe ga ik hem eruit krijgen? Want hij zat zo geklikt. Ik vond het toen ook al een waardeloos systeem. Zo. En dan zou hij daarin moeten kunnen. En ik vind dat dus niet goed zitten. En zo zit hij. Waarom maak ik het zo ingewikkeld? Eens even kijken. Die past daar niet in. Oh. We hebben een uitdaging. Want dit gaat nooit werken zo. Oh, wacht eens even. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan te sluiten. 1, 2, 3. Het is echt kijken wat je kan gebruiken. Die zit. Dan is de kwestie van doorsteken, inzetten, dichtklappen. Dus het is echt, tegenwoordig is het een bouwpakket, een puzzelen. Daarom vind ik autosleutel ook zo leuk. Je bent continu aan het 3D die puzzelen. Echt goed zitten vind ik het niet, maar. En dan zullen we hem er zo op moeten kunnen zetten, denk ik. Lijkt mij. Het is echt klote. We doen het even anders. Ja, dat gaat zo niet. Goed hè, dat iemand die dus technisch is hier ook loopt te kut. Waarom zit dat zo kut? Hadden ze het toch beter anders kunnen maken. Dat kan ook nog dat ik daar een fout mee maak. Dat zit sowieso niet goed. Dat past ook nog op de een of andere manier. Het is niet te filmen zeg. Ik vind het waardeloos. We gaan het nog even op een andere manier doen. Ah jongens. Hij moet er zo op komen. Dat is duidelijk. Kijken, als hij er zo op moet komen, dan wil ik hem zo erin hebben en dan moet hij daar dus invallen.
Zo. En dan zit het dus verkeerd om. Zo hoort dat dus niet. Ja, ik snap wel dat mensen er niet meer uitkomen hoe dat gemonteerd moet worden. Ik zou zeggen, neem Bosch. Zo, na lang puzzelen heb ik hier iets gevonden wat misschien zou passen. Ik ga opnieuw kijken. En voor mij had ik hem zo al. Even kijken, die zit daarin. Oh kijk, dit is iets nieuws. Jezus. Wat is dit dan? Zit er nou een beschermfolietje overheen? Dat ziet er beter uit. Ik moet zeggen, het zit wel mooi, het zit vast. Dat zit wel goed. Deze ruitenwisser vind ik dus mooier zitten dan die lompe grote matten. En ik heb elke keer het gevoel dat dit niet werkt. Nou, hoe is het mogelijk? Ik heb het voor elkaar gekregen. Vraag niet hoe. We zijn nog niet helemaal klaar. Dus we moeten even een klein dingetje doen. Moet ik even pakken, een momentje. Een ruitenwisser kan alleen werken als die genoeg druk geeft op het raam. En bij veel auto's is dat bak. Oh ja, lekker. Houd dit soepeltjes. En een beetje onderhoud aan je auto is het niet erg. Lekker bewegen. Hou die veer ook gewoon vet. Gaat die langer mee. Zo. PTFE-spray. Nou, ik hoor dat er de laatste tijd veel ellende mee is. Adem is niet in, zou ik zeggen. En die met die roze spuitbusjes die verneuvelen wil. Van een of ander motormerk volgens mij. Daar stop ik mee. Ik zal het niet afkeuren, maar ik stop daar persoonlijk mee. Als ik dan toch een beetje vettigheid bij de hand heb. Dan moet ik het niet in mijn oog spuiten. Zo. Beetje onderhoud. Is heel heilig. Ik zo direct een doekje. Ook de scharniertjes even een beetje in. Oh, daar komt roest uit. Kijk, er zitten niet voor niks gaatjes bovenin. Sorry. Hier zit een gaatje in. Even het spuitbusje erop zetten. Even schoon spuiten. Kijk. Daar ook. Ja, er komt rotzooi uit. Het is maar een klein beetje onderhoud. Even weer bewegen. Het is gewoon regulier onderaan. Ja, je kan het toch merken. Het doet wel wat. Zo. Zo direct doe ik even mijn overtollige, of mijn doekje de overtollige rotzooi wegvegen. Hier zitten twee gaatjes in.
Ja, er komt rotzooi uit. Oeh. Zo, ik vind het zo wel goed. Ik ga het even een doekje pakken en de boel even uitkuisen, schoonmaken. En dan nemen we jullie zo direct even mee naar de ruitenwissers aan de voorkant. Voor sommigen is dit heel simpel, maar er zijn veel mensen waarvan ik zie dat ze lopen te klooien met de ruitenwissers. Nou, misschien kom je met mijn uitleg wat verder. Kijk straks mee, gaan we de voorruitenwissers doen. Hoi hoi!